En Ashna Kanhai is vandaag wederom beëdigd tot advocaat en toegelaten tot het Hof van Justitie. In 2011 was ze uitgetreden als advocaat om te dienen als ambassadeur van Suriname in India. Ze pakt de draad weer op bij het adviesbureau Kanhai NV, het juridisch kantoor van haar vader, Erwin Kanhai. Ons kantoor is bekend als een gemengd kantoor. We doen straf en civiel. Dus ik denk dat ik alle twee doe. Mijn voorkeur gaat uit naar civiel, maar ik stap niet terug voor af en toe een strafzaak. Omdat het beide interessante rechtsgebieden zijn. Ik had het dus over bestuursrecht, omdat ik denk dat we als burgers zoveel mogelijk toegang moeten hebben tot het recht. En ik denk dat het bestuursrecht, dus dat is het recht dat wij als burgers kunnen inroepen tegen het bestuur, maar ook het bestuur naar ons toe, dat we vooral in die ontwikkeling wat meer progressie mogen krijgen, ja, in het bestuursrecht van ons land. Met name in de codificering van de regels, bijvoorbeeld de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die zijn her en der in een heleboel regels zijn ze verankerd, maar ook veel in zoals verdragen. En om goed na te leven moet je natuurlijk wel die codificaties hebben. Ik zou het goed vinden als het in één wetsproduct gebracht zou worden, zoals ik aangaf, de algemene wet bestuursrecht of een wet bestuursrecht als zodanig, dat in elk geval begint te werken in ons land. Ashna Kanhai is een teruggeroepen ambassadeur, wat ze ziet als een functie die zij netjes heeft afgerond. Ze wil haar carrière op een